een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Oh, ik slaap weer zo slecht. Ik slaap weer echt slecht. Volgens mij ga je dit echt vooruit met mijn vlogs aanhoren. Dat ik of heel goed heb geslapen, één keer per jaar. Of gewoon elke dag heel slecht heb geslapen. Ik ga even rustig aan wakker worden met een koffietje. Oh, echt zin hierin. Ik ga denk ik vandaag een nieuw koffiezetapparaat halen. Want ik haat Sensei opeens uit het niks gewoon. Ik heb me even snel klaargemaakt. Ik heb even mijn haar vastgedaan. Want ik moet mijn haar echt vandaag nodig wassen. Dus ik had geen zin om het los te doen. Ik heb een blazer aan van Naked. Het is zo'n oversized blazer. Kijk, dit is de blazer. Deze ring is van de H&M. Ik vind hem echt zo mooi. En ik heb Fenty op mijn lippen. Echt mijn favo. Ik wil trouwens echt nog beige laarzen of enkele laarzen scoren. Want ik heb nu alleen maar zwart. En ik draag het letterlijk onder alles. Maar het past gewoon niet bij. Als bijvoorbeeld dit outfit. Er moet eigenlijk echt gewoon een lichte schoen onder. En ik heb alleen maar sneakers. En dat wil ik hier niet onderaan doen. Anders ben ik gewoon een kabouter. Want ik heb al een oversized blazer aan. Dus dan is dat niet zo mooi. Dus ik hoop dat ik het zo kan scoren. Oké, als ik deze auto inkom, zeg ik dat ik het moet schoonmaken. Ik ben het gewoon weer vergeten. Ik ben inmiddels onderweg naar Alexandrium. Naar de Zara. Want wij wouden het weekend... Waren we even een weekendje weg, als het kan. Het is de afgelopen dagen best wel druk geweest. Ik heb hem echt weinig gezien. En toen zeiden gisteren, misschien moeten we even een weekendje wat gaan doen of zo. Daar heb ik ook best wel veel zin in. Alleen ik heb echt gewoon geen kleding. Ik heb gewoon geen kleding. En ik wil gewoon nieuwe kleren. En het is echt gewoon mijn laatste kans bij de Zara. Want ik ben er al 4 keer geweest de afgelopen tijd en gewoon niks gevonden. Dus ik hoop dat ik wat vind vandaag. Ik wil wel gewoon eigenlijk gewoon... basic truitjes vooral. Gewoon even wat lekker zit eigenlijk. Niks bijzonders. Zara, ik vraag echt niet veel, hè. Ik zweer ook nu bijvoorbeeld. Het is niet warm, maar het is ook niet koud. Je weet in godsnaam niet wat je aan moet doen. Buiten is bijvoorbeeld een blazertje best wel chill. En dan nu in de auto ga ik gewoon dood. Het is gewoon warm, dus ik heb gewoon lekker airco aan gedaan. En ik heb trouwens nog steeds niet ontbeten. Ik ben lekker aan het vasten. Het is bijna 2 uur. Plus, ik heb vandaag voor het eerst mijn nieuwe parfum op. En ik durf het bijna niet meer tegen jullie te zeggen. Want ik ben echt zoveel parfums aan het kopen. Ik heb echt een nieuwe obsessie, een nieuwe verslaving. Ik heb het nog nooit gehad. Ik hield altijd wel van parfums. Maar ik heb echt een nieuwe obsessie. En ook gewoon dure parfums. Dat kocht ik vroeger ook nog. Het duurste wat ik ooit had gekocht was Chanel. Maar ik zweer, het begon allemaal bij dat mijn vriendin me vertelde dat ze dus ergens... Dat was ergens in Twente hoor. Zo'n parfumeriezaak die echt heel lekkere parfums verkoopt. Maar best wel prijzig gewoon. Dat ze daar dus een parfum had gescoord. Dus ik was erheen gegaan met haar. En het was allemaal zo lekker. Dus toen ben ik vlak daarna nog naar Skins gegaan in Rotterdam. Rechts gaat voor hè, Mattie. En ja... Toen was ik de lul. Even kijken of ik er vandaag bij kan, jongens. Yes. Zo, ik ga passen. Niet heel veel te vinden, maar je had wel een paar leuke truitjes. Dus ik ga ze even passen. Dus heb ik toch maar besloten om niks te kopen. Want het was echt gewoon iets pakken om te kopen. Ken je dat? Dat je echt zo graag op wilt. Maar nee, niks gehaald. Toen ben ik naar de Mango gelopen hierachter. Daar was helemaal niks. En nu ga ik naar de Starbucks. Want daar is altijd wel wat. Anyway, wat ik nog wou delen. Vanochtend kwam Nessie naar mij toe. En hij zei van, ja, ik heb een afspraak. Ik zeg, wat voor afspraak heb je dan? Ja, ik heb vandaag een lunchdate. Ik denk, een lunchdate? Hij zegt, ja, ik ga even met een vriend ergens lunchen. Maar ik vond het zo raar. Want eerlijk is eerlijk. Vrouwen die lunchen altijd met elkaar. Of koffiedates of weet ik veel wat. Maar ik heb dus echt nog nooit van Nessie gehoord dat hij een lunchdate heeft. En ik moest er echt om lachen. En hij zei van, ja, mannen hebben ook gewoon lunchdates hoor. Dat kan gewoon. Dat is gewoon normaal. Maar ik had dat echt nog nooit gehoord van hem. Want ik echt gewoon moest lachen. Dus ja. Hier bij mijn vraag aan jullie. Heeft jullie... partner ook lunchdate. Ik ben net thuis. Ik ga even snel een salade maken. Daarna ga ik even denk ik douchen. Ik heb nog garnalen. Dus ik denk dat ik daar even een salade mee ga maken. Ik heb er ook echt zin in. Ik heb nog niet gegeten. Ik heb alleen nog maar koffie gehad. En daarna ja, kauwgom. That's it. Het wordt een heel simpele salade met garnalen. Ik kan niet alles zo filmen, want mijn batterij is bijna leeg. Maar ik heb hier rode Argentijnse garnalen.
lekker een slamix. Ik heb hier radijsjes, augurkjes en van de dressing. Voor de dressing maak ik een creamy dressing met mayonaise, olijfolie, zout, peper, citroen. That's it. Zo, dit is mijn salade. Lekker simpel. Ik heb net lekker gedoucht en ik word gebeld door Nessie. Hallo? Gerda? Wat is met jou? Ik krijg het tijdens het funnen altijd heel erg warm. Dus ik heb even drinken gepakt. Dit is dus kassensiroop met water. En hier zit dus 0% suiker in. Dat is fucking lekker. Zo, klaar met funnen. Ik heb mijn make-up even op mijn huid wel allemaal eraf gehaald. Maar mijn ogen even niet. En dan maak ik hem straks even opnieuw op. En nu heb ik behoefte aan een parfum. Ik ga even deze opdoen. Van Juliette Has a Gun. Not a Parfum. Ik weet niet waarom ik deze heb gehaald. Maar het is eigenlijk helemaal niet mijn ding. En als ik hem net opspuit vind ik hem wel lekker. Maar ik vind hem daarna best wel... ja... goor eigenlijk wel. Heb ik echt letterlijk bijna met alle parfums die op internet en door bijvoorbeeld andere influencers helemaal worden aangeraden. Ik vind ze niet lekker. Ik weet niet waarom. Ja, dit is natuurlijk heel erg persoonlijk, maar ja, dit is ook echt zo'n parfum die ik gewoon heb gehad. Want ik dacht van, oh, iedereen vindt die lekker. Het zal wel weer zo'n goede parfum zijn, maar ik weet niet. Ik voel hem niet. Zoals je ziet ben ik bezig met mezelf klaarmaken. Nessie komt zo thuis en dan gaan we lekker uit eten. Ik heb even gereserveerd bij een sushi tentje. Ik kan zelf geen sushi eten, maar ik bestel altijd dan de bijgerechtjes en de vlees en de vis en zo en apart. Dus dan kan ik nog steeds keto eten terwijl ik gewoon naar een sushi tentje ga. En dan kan Nessie lekker sushi eten, want hij had er gewoon heel veel zin in. En ik heb eens voor de verandering een ander soort sushi tentje gereserveerd. Hij had echt een heel goede score. Ik was even aan het... zoeken. We wilden eigenlijk naar Shabu gaan, maar die was toevallig gesloten vanwege verbouwing. Dus toen ben ik even verder gaan zoeken en toen kwam ik echt een leuk tentje nodig. En die had een score van 4,5. Dus ik dacht, nou, we gaan het gewoon uitproberen. Voor de mensen die gaan vragen welke sushi tent is het, het heet Noah Sushi. Sommige eetentjes benoem ik de naam expres niet, omdat ik gewoon de service gewoon soms echt zo slecht vind bij sommige tentjes. Plus het eten is soms ook gewoon niet lekker, ja. Zoals jullie weten ben ik vandaag naar Alexandrium gegaan en heb ik daar echt niks kunnen scoren bij de Zara. Maar ik heb wel een nieuwe lipstick van MAC Honey Love. Hij is echt super mooi en ik ga hem zo even opdoen. Kijk eens wie er thuis is! Waarom film je de grond? Wat was daar? Dina was daar. Oh, is Dinari weer een slachtoffer? En dit is dus mijn nieuwe lipstick. Ik heb nu MAC Spice op als lipliner en dan van binnen Honey Love. Ik vind het echt heel mooi. So, hair is done. Veel beter dan net. Ik ben eigenlijk best wel ready. Ik moet alleen nog even een outfitje zoeken. Eeuwige ellende. Ik haat outfits zoeken. Echt waar, ik ben er helemaal klaar mee. Volgens mij kijk ik echt al dikke films of zo op wc. Nes, wat kijk je eigenlijk op het toilet? Kijk die grape video's uit Pakistan. De wat video's? Grape. Grape video's? Helemaal stuk. Van die kinderen die zeggen wat ze voor... wat ze later willen worden en wat ze van Pakistan gaan doen. Ja? En die vrouw die roept dat precies na, dat is zo grappig. Dus kijk naar zien. Wat is dit? I love Pakistan! Oh. I love Pakistan! Wat is dit? He's a pilot. Nou guys, zal ik jullie mijn spannende outfit laten zien? Ik heb een shirtje aan van de Zara. En een broek van de Zara. Yay! Mariella, nee! Nina, naar binnen. Naar binnen, we gaan weg. Daar zijn we weer. Help! Oh, ik ben een beetje duister geworden. Rustig, hè? Zo. Gewoon lekker vreemd. Mooi gestreken shirtje. Dan zijn we weer in de
de auto. Mag ik jou nou weer filmen of niet? Ja, voor mij wel leuk. Nou, Nessie mag weer in de vlogs. In ieder geval, wij gaan naar Noah Sushi. En hoe was jouw lunchdate trouwens vandaag? Mijn lunchdate was heel super. Ik vertelde ze vandaag dat ik echt moest lachen omdat je vandaag een lunchdate had. Dat het echt bij mannen echt niet zo vaak voorkomt. Dat je zegt van... Je gay, je moest niet lachen. Nee, 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 moet je niet zeggen dat ik het gay noemde. Ga je met je vriendje op date? Zo ben jij dan. Ga je lekker daten met je matties? Oh mijn god. Ja, ik zei van dat ik moest lachen omdat je zei dat je een lunchdate had met je mattie. En ik denk van... Ja, dat heb ik nooit. Sinds wanneer doen mannen dat met elkaar? Ja. Ik weet niet waarom, het is eigenlijk hartstikke normaal. Ja, vind ik ook. Dat is eigenlijk niet waar, want als ik ga lunchen, zie ik nooit twee mannen. Nee, dat zie je niet heel graag. Nee, toch? Nee. Want mannen lunchen gewoon niet met elkaar. Hey, mannen, kom op. Wees gewoon man, ga eten met elkaar, man. Wees gewoon man, eet broodje tonijn even samen. Zonder, ja, toch even zonder vrouw. Gewoon lekker hij mannen met elkaar. Hij zegt wel echt dat hij de lekkerste broodje tonijn ever heeft geproefd in vandaag. In Utrecht. Ja. Top. Volgende keer met mij erheen gaan. Ja, en mijn cheat day. Ik ga maandag trouwens weer op date. Wat ga je doen dan? Maandag ga ik weer met Annie weer eten. Oh my god, ja, en wat voor date is het nou weer? Gewoon dezelfde plek, broodje tonijn. Ja toch? Oh my god, dit is echt iets nieuws in mijn leven hoor. Guys, we zijn er. We kunnen het nog niet beoordelen, want we hebben een paar gerechtjes net pas gekregen. Maar ik heb hier lekker lam en ik heb hier lekker inktvis en augurkjes. Mm. Oh, jouw sushi is NS. Nice. Geen grap, maar die lam was tot nu toe wel echt het lekkerste, hè? Echt heel lekker. Ook lekker gekruid. Dankjewel. En zien ze ons zo? Hallo. Dus we zeggen dat we vanaf nu elke week verplicht een date night hebben. Ja. Verplicht. Ja, yes, super, dankjewel. Is het eigenlijk? Ik heb geen idee. Leg maar gewoon neer. Jij hebt mijn lam gegeten net en dan zeg je dat het kip is. Echt? Ja, hij was bruin. Nou, dat is wel lekker. Hoe kan je nou het verschil niet merken? Dat is ook wel lekker. Dankjewel. Dat was top. Ik heb nog mijn eten gegeten. Ja. Dankjewel. Die vond ze ook wel een stukje. Dankjewel. Ze heten trouwens hulpstokjes, niet kinderstokjes. Heel lekker dit, jongens. Kijk. Ja. Dit is mijn favo. Ik laat de sushi voor jullie proeven hier. Ga je zien dat ik alles en hij gaat het beoordelen voor jullie. Ik heb hier lekker een salade. Met garnaal. Oh ja, yes. Ik ga wel zeg maar dit erop zetten. Een gember. Beetje opschieten, we willen een oordeel. En? Echt? Ja. Jongens, de volgende ronde is wel echt heel erg keto. Dit is trouwens van mij een portie groente. Kijk dan. Ja. Kijk, deze man. Hij kan nooit kiezen. Dat is mijn cheat day, hè? Hij heeft opeens een cheat day, hè? Dat is niks. Wij zijn weer thuis. We hebben echt heerlijk gegeten. Best wel een aanrader, hoor. We gaan er denk ik wel vaker heen, maar ja, hoe vaak eten wij nou sushi? Ik ben net thuis en het is nu 8:30 en ik heb dus nog geen vlog geüpload. Dus dat ga ik nu even heel snel doen, excuses daarvoor. Maar ja, het komt nog 6 of vandaag online aan iets later, dus dat maakt eigenlijk ook niet heel veel uit, denk ik. We hebben een klein pakketje gemaakt voor Hol met allemaal leuke beautyproducten. Ik kreeg laatst namelijk de vraag wat ik eigenlijk deed met alle spullen die ik krijg, want ik gebruik natuurlijk niet alles zelf. Nee, maar ik geef ook heel veel weg. Ik geef veel weg aan mijn vriendinnen, maar ook aan mijn zusje natuurlijk. Ik heb een jongere zusje, die is 25 en die heeft precies dezelfde interesse als ik. Dus mijn spullen komen meestal daar terecht. En ook aan vriendinnen, dat is het een beetje. En mijn vlog is online. Yes, ik ga even mijn trainingsbroek aan doen en dan ga ik richting Hon. Ik ben nu weer onderweg naar huis. Het was echt heel gezellig bij Hon. Het was echt, echt lang geleden. Ik daar was echt zo laat gewoon. Maar het was heel gezellig. We hebben even lekker bijgekletst. En toen ben ik daarna, want ze woont echt vlakbij de Mac, heb ik even een koffertje gehaald. Dat is ook echt lang geleden dat ik een koffie heb gehaald bij de Mac. Ik ga echt nooit meer langs de Mac. Zo raar. Breng me weer op andere gedachten.